en welkom bij Nedernerds, jongens. Welkom. Ja, we zijn weer terug bij Pokémon. En ja, ik bedoel, wat wil je nog meer? We hebben de vorige keer die trainer verslagen die hier zo staat. Ja. Die had een Bagon en een Munchlax. Ja. En die waren best sterk, maar ja, die hebben we wel in één keer goed gemaakt. Nou ja, die Bagon was in één keer. Ja, oké. Okay, hier loopt een mannetje. Zou dat een trainer zijn? Ja, dat is een trainer. Oké. Obviously, okay. Yes. We gaan beginnen met een trainer, jongens. Dat is altijd leuk. Even een beetje battelen. Daarna gaan we weer verder, denk ik, naar dat huis te lopen. Ik denk dat we dan wel lekker getraind hebben. Dan gaan we even naar het Pokémon Center. En dan gaan we lekker healen en door. Ja. Ik bedoel, we hebben best wel sterke Pokémon. Ja. Hey, dat is een normale Rattata. Dat is zo raar om te zien in dit video. Ja, dat is echt super raar. Maar kan je die dan ook vangen? Weet ik niet. Want volgens mij... Ik weet het niet. Volgens mij niet. Ik ben er niet tegengekomen. Nee. Maar misschien kan je wel gewoon traden. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ik weet het niet. Nou ja, hij is in ieder geval... Oh, wauw. Oh, bijna dood. Hij leeft wat wilde je zeggen? Ik wilde zeggen, hij is in ieder geval dood. Maar ja, dat valt weer tegen, jongens. Ah, dat maakt niet uit. Kijk, dan hebben we nog deze pound. En dan pounden we hem gewoon even op zijn hoofd. Hartstikke idee. Hij slaat hem zo in zijn gezicht. En hij overleeft gewoon niet. Nou jongens, hebben we die verslagen. Die trainer is ook weer dood. Dan kunnen we even lekker de... Nou, Trumix nog een level omhoog ook. Krijgen nog een beetje cash naar binnen. Oh, hij moet huilen. Ja, dat maakt niet uit. Er kan maar één de winnaar zijn. En ik ga toch dat echt voor de... Ja, ik ga toch echt voor de hoofdprijs. Oh, hier zit nog een trainertje. Ik weet niet, maar ik vind dat een interessante trainer. Ik wil die gewoon slaan. Sorry, ik kon niet laten. Ik kon niet laten, jongens. Ik zie dat daar wel een vlagje zit waar ik heen moet. Dus blijkbaar moet ik hier gewoon heen. Ik dacht dat ik naar het huis moest, waar Lily zat. Maar blijkbaar niet. Heeft hij nou een Pokéball in zijn soep? Ja, wauw. Hij kookt Pokémon, jongens. Oh. Volgens mij is dit een kannibaal. Lekker, hè? Die balletjes. Hé, hey, dat is een Cutiefly. Die is schattig. Eet hij nou gewoon Cutiefly op? Ik hoop het niet, want dat vind ik dan zielig. Ja, inderdaad. Nou, we moeten hem toch kapot maken, want Cutiefly is leuk, maar we willen toch echt wel winnen, jongens. Maar ook echt een hele sterke Pokémon. Ja? Ja, hij ziet er echt zo slapjes uit. Ja, maar je verwacht dat niet van zo'n klein beestje. Ik heb hem in mijn team zitten en hij is best wel sterk, die eindevolutie. Nou, die eindevolutie is natuurlijk zo'n klein veetje, hè, met zo'n stafje volgens mij ook of zo, toch? Ja. Ik kan me herinneren. Ribbon Bee. Die kaart hebben we toen getrokken trouwens. Ja, in de Japanse Cinnamon set. Ja, die is zo mooi. Ja. Ja. Excuse jongen, ik moest even roesten. Je had me gereld. Ik wilde nog zeggen, we krijgen bijna de nieuwe set binnen. Ja. Hè? Nieuwe set Pokémon Cinnamon. Vrijdag komt die binnen. Ja, als het goed is komt die vrijdag binnen. Misschien iets later, maar dat moeten we even zien. Maar we krijgen ook nog natuurlijk die coole Japanse pakketje binnen. Maar daar mogen we nog niet zoveel over vertellen. Nee. Dat is nog een beetje geheim, jongens. Ja, dat is nog een beetje geheim. Maar oké, we hebben hout tegengekomen, jongens. Ik wist niet dat die hout zou zijn, maar goed. Hey. Ja. Hey, StephX, glad I ran into you. So we can see who's stronger now. My grams must have thought I did good enough in my grand trial. Because he gave me a Z-ring too. Oh, wow. Oh, nice. Okay, having a battle in a place like Paniola Town feels like we're real old-fashioned western showdown or something, right? Ja, het is wel een beetje soort van western stadje. Ja, het is wel leuk gedaan. Okay, though we're real honorable cowboys, we've got to make sure our team are healthy first. Oh, hij wil dus... Ik had verwacht dat hij zou zeggen van... Oh, dat is lief van hem. Ja, ik had serieus verwacht. Nou, je hebt gewoon gevochten, je bent bijna dood. Ja, dat is pech, weet je wel. Oh. Ik zag Miltank. Ja, inderdaad. Ook een hele sec. Alright, Pikachu and team. Let's show this newbie what Alola's got. Oké, we gaan toch vechten. Oh, wow. Hij noemde ons een newbie. Newbie. Wat is hij dan wel niet? Oké, jongens. We moeten Hal even een poepje laten ruiken. Want hij zat ons gewoon even belachelijk te maken. Hij is wel heel aardig. Nog steeds maar twee Pokémon. Ja. En ik heb wel Pikachu. Ik moet tegen Pikachu en ik zit weer met de water-Pokémon als eerste, weet je wel. Pika! Echt, ik zit echt benadeeld echt met die Pikachu de hele tijd in zijn team. Maar goed, alles is effectief. Wat zullen we doen? Aqua Jet of Disarming Voice? Disarming Voice. Disarming Voice is wel... Heb ik het beter gevoel bij inderdaad. Electroball. Ja, dat gaat pijnlijk zijn, jongens. Armabrio. Ah, valt op zich nog best wel mee. Ik had echt verwacht dat de helft er wel af zou zijn. Oh, onze aanval heeft wel meer effect. Ja, inderdaad. Nou, hopen dat hij dit keer... Een quick attack, dat kan ik denk ik beter dat hebben. Dat kunnen we wel handelen. Ja, dat kunnen we wel handelen. Nou, dan gooien we nog een keer Disarming Voice naar zijn hoofd. Nou, kijk. We hoeven nog maar één knal. Echt super schattig. Hij is wel kawaii. Hè? Kawaii. Oh. Oké, okay, ja, dan gaat dat toch wel echt over de helft heen. Maar dat maakt niet uit, want hierna komt Litten. Die waarschijnlijk nu wel geëvalueerd is. De vorige keer was hij niet geëvalueerd.
Dus ik hoop dat hij nu die nieuwe evolutie ja, die, zijn. Ja, die tweede... Toracat of zo, toch? Ja, Toracat. Toracat. Ja. Ja. Die is wel tof. Cool. Oké, hij wil Confuse Ray leren. Forget an old move. Wat doet Confuse Ray ook alweer, jongens? Dat is gewoon dat je iemand confused maakt. Oké, nou, eerlijk gezegd, die hoef ik niet. Laten we die maar verwijzigen. Kan je ook gewoon met Confusion doen. Ja, inderdaad. Oké, Toracat. Ja hoor, hij heeft Toracat. Keep battling. We gaan hem helemaal kapot maken met onze wateraanvallen, jongens. Ik vind het cool, hij heeft zo'n vuurbelletje. Ja, dat is wel heel leuk gedaan, hè. Dat is echt wel van die dingen, van die details waar je denkt van... Jongens, Nintendo, jullie snappen het nog steeds, weet je wel? Ja. Nee, Game Freak, toch? Bam! Ja, maar goed, het is natuurlijk in samenwerking met de... Oh, hij doet een zien. Oh, snap, we zijn dood. Ja, oh, we zijn dat dood. Dat weet je niet. Ja, dat kan niet anders, want onze... Breakneck Blitz. Ja, ja die pakt ons wel, jongens. Mm-hmm. Als jullie nu nog HP over hebben, dan zeg ik het weer, dan is... Brion de beste keuze ooit. Er zit gelukkig het Pokécenter om de hoek. Ja. Dus... Oh, snap! Oh, Brion snap. Is een tough guy. Serieus, Brion, je bent echt de beste Pokémon die ik had kunnen wensen. Je hebt gewoon de battle overleefd. Yeah. Dat betekent dat hij ook weer XP krijgt, jongens. En wat dat betekent is dat we level 22 zijn. Kijk, en zo gaan we steeds dichter bij die laatste evolutie. En die ben, ja, daar ben ik gewoon benieuwd naar, want die is gewoon heel tof. Level 34 of zo, evolueert hij dan. Ja, goed. Ja. Maar we zijn dus dat nu... Het duurt nog wel een tijdje, maar... Het duurt nog wel even, maar hoe dichterbij we komen, hoe beter natuurlijk. Ja, zeker. Oké, okay, nice. How'd you come up with that kind of battle plan? You gotta tell me. Nou ja, weet je, we deden eigenlijk gewoon maar één Pokémon battlen. Hartstikke idee, weet je wel. We zijn gewoon goed. Het is gewoon knallen. Dat is wat we doen. Nou, kijk. Man, that was some kind of battle. Our Pokémon all looked like they had a blast too. Nou, ik heb maar één Pokémon gebruikt. Die andere die zat lekker te slapen. Right then, here. Take... I'll share my bit of good luck with you, Stefax. Oké, we krijgen wat. Een dire hit. Wat is dat? Een move of zo? Ik weet het niet. You know how the totem Pokémon are all like surrounded by some aura of power? If you use Dire Hit on your Pokémon and manage to land a critical hit, that aura won't mean a thing. Okay. Dus dit is een soort van speciale item wat ik aan een Pokémon kan geven. En als hij dan een critical hit raakt, dan gaat er dus echt ook wel serious damage vanaf. Yeah. Dus dat is wel handig voor als je een totem Pokémon moet gaan verslaan. Dan kunnen we best gewoon even kijken of we die kunnen geven. Oké, okay, anyway, I'm heading off to Paniola Ranch. Oké, okay, is goed. Ga jij maar naar de ranch toe? Ja, ik zie dat er een Pokémon Center in de. Nou, dat is goed. Oké, okay, nou, this is a mighty fine place. Nou, dat is goed om te horen, Rotom Dex. We gaan hier even ons Pokémon hier, want we zijn natuurlijk best wel aardig. Ja, Brion vooral is goed aangeraakt. We gaan even kijken of we nog Pokéballetjes kunnen kopen, of misschien wat nieuwe soorten items kunnen hebben. Ben ik wel benieuwd naar, want ik vind het wel leuk om even te kijken wat ze allemaal verkopen, weet je wel. Soms zitten er best wel handige dingen tussen. Ja, zeker. En als je dan skipt, dan mis je soms weer wat. En ja, dat wil je gewoon niet, weet je. Oké, okay, wat hebben ze allemaal te kopen hier? Een repeat ball, een timer ball en een net ball. Repeat ball, oké. Okay, a somewhat different Pokéball that works especially well on a Pokémon species that has been caught before. Nou, daar hebben we niks aan. A somewhat different Pokeball that becomes progressively more effective the more turns that are taken in battle. Dat is wel handig. Ja, netball is ook handig voor de waterpokémon als je die wilt vangen. Oh ja, water or bug type. Ja, oké. Okay. Weet je wat, we gaan deze even een paar kopen. Laten we zeggen, dan geven we de 5. 5 is leuk. Mooi getal. Ja, oké, okay, dat is best wel aardig wat cash. Netball ook? Of, Nee, die laten we even, okay. even achterwege. We gaan nog even praten met dit mannetje, kijken wat daar... Oh, what? You cleared Lima's trial. Congratulations. Now you can purchase more items. So, welcome to the Pokémart. Can I help you? Ja, natuurlijk. We willen weten wat je dan nog meer te koop hebt. Oké, okay, Pokéball, Great Ball, Potion, Super Potion. Super Potions hebben we de 11 van. Ja, maar daar hebben we er al 11 van, dus ik denk dat dat wel goed is zo. Ja? Ja, ik denk dat 11 Potions nu wel even prima is. Nou, Repel hebben we ook nog 5 van. Weet je wat, het is wel goed zo. Het is wel goed zo. Ja. We gaan lekker snel klaar. Ja, we gaan gewoon lekker naar buiten. We gaan gewoon door naar het volgende punt. En ik zie daar weer een vlagje op de kaart staan. Dus we gaan gewoon door. Ik zie het ook. Ik denk dat die ranch is. En zover ik weet kan je hier volgens mij... Ik heb hier iets gezien. Volgens mij kan je hier in de buurt Pokémon's breeden. Dus eieren en zo krijgen. Yeah. Maar ik weet niet precies waar dat zit. Oh, you've got to be a trial goer, right?
Well, you've got a good sense of timing. The captain's actually here right now, so come on. Nou jongens, we kunnen bijna niet meer geluk hebben dan dit, want de captain van de trial die zit gewoon letterlijk op deze boerderij. Oh, is toch niet die miltank, of wel? Nee toch? Oké, daar is hij. Oké, oh dat zij, ja. Wauw, die miltanks die zien er ook zo lullig uit ook, hè. Ze zijn wel verdomd sterk. Ja, die zijn echt, dat is net een Snorlax. Thanks for stopping by. De Moo Moo Milk. Dat is trouwens een best wel reference naar Zelda. The Moo Moo Milk from Paniola Ranch is the best. It's so rich and creamy well when you use it in white sauce and other things. Mmm, the taste can be even described. Klinkt lekker. Ik heb nou best wel trek eigenlijk, godver. Oh, by the way, since I was lucky enough to run into you here, I'll do you a little favor. Oké, we krijgen wat. Stoutland was registered by... Dat is ook leuk. Oké, volgens mij kunnen we iets met weer op zo'n ding rijden, of niet? Ja, op die hond. Stoutland can sniff out items for you that are buried in the dirt where you can't even see them. Oké, dus Stoutland is een soort van zoekhond. Ja. Oké, we kunnen dus mee zoeken en... Dan kan je al die items vinden die in de grond liggen. Dat kan best wel interessant zijn. Ja. Oké, nou, hartstikke bedankt, Flippy Flap. Ik weet niet meer hoe ze heet, ik had het niet opgelet. Oké, Route 5 is pretty famous among trainers. That has been a great place to train and team up. Oké, gaan we even kijken of die route, die stout, een beetje leuk is. Kijk. Oh shit, ging het er nou net uit? Dat was zeker niet de bedoeling, of wel? Ik weet het niet. Oké, wat doet hij? Is lekker aan het ruiken? Druk eens op B. Dat is B. Oké, ik ga even hier naar binnen kijken of hij hier nog wat ruikt. Want... Ja, ja. Oké. En waar moet ik dan heen? Moet je denk ik op A drukken. Oh. Nee, dan... Nee. Ik weet niet meer. Wat was er nou? Ik heb niet opgelet. Zoals vorige keer. Oké, ja. Oké, dan moet je op adem. Oké. Dus als het ploep doet, dan kan je op... Oké, dus... Oef. Die torens zijn ook wel top gedaan. Ja, die zeven top gedaan. Oké. Dat is toch geen towerspoep, hè? Ik hoop het niet, want dan hoef ik het niet. Oké. Fresh water. Ja, dat was letterlijk te zien. Oké, maar hij rent ook best wel lekker snel, dus dat is best wel tof. Ja. Laten we lekker op Stoutland doorgaan, jongens. Dat hij überhaupt snel kan rennen met die dikke snor. Ja, met die dikke snorhaar, inderdaad. Oké, wat zag ik hier? Ik zag een trainer, denk ik. Maar ik zag niet waar die vandaan kwam. Dus we gaan eens kijken of je hier nog wat leuks in de bosjes ziet. Kijk, dit is een Lillipup. Die vind ik wel leuk. Die wordt een Stoutland uiteindelijk, toch? Die wordt een Stoutland uiteindelijk. Na nog een keer te evalueren naar Herdier, volgens mij. Ja, Herdier, Stoutland. Herdier. Nou, weet je, Lillipup vind ik wel leuk. Maar, ja, ik weet niet. Ik denk niet dat ik hem zo graag wil, eigenlijk. Hij is nu wel geschrakt. Weet je wat, we kunnen net zo goed vangen, jongens. Ja. Hij gaat gewoon in die box en dan hebben we gewoon toch wel een nieuwe Pokédex item. Oh nee, hij... Ja, maar hij vindt toch niemand. Hij vindt niemand. Ah, kak. Hij heeft wel vrienden, hoor. Ik had zoveel hoop dat hij niemand zou vinden en dat hij eenzaam en alleen daar de battle moest afmaken. Ah. Maar dan gaan we gewoon deze Lillipup even... Lekker aardig ben jij, ja, zeg. Sorry, maar weet je, ik wil gewoon winnen. Oh, wauw. Deze is niet zo verzwakt als die andere. Nee, die was een beetje sterker. Oh. Nou, nu is de vraag, welke gaan we vangen? Gaan we die ene vangen of gaan we die andere vangen? Nou ja, maar het maakt eigenlijk in principe niet zoveel uit als je het toch niet gaat gebruiken. Nee, dat is waar. Ik slap deze even op zijn hand. Wat is dit? Oké, hij gaat hem helpen met zijn handen. Je slept maar... hem letterlijk? Ja, ik slap hem letterlijk. Dat was niet de bedoeling eigenlijk. Ik wilde eigenlijk water kunnen gebruiken. Maar goed, we schieten deze gewoon dood. Met water. Oh. Ja. Hij is niet echt dood, want hij valt altijd flauw. Pokémon is lief Steph en aardig. Steph schiet op puppies. Dat wordt vast de titel van deze video, jongens. Steph schiet op puppies. Oké. Super tof. Oké. Slik je niet. Oké, deze puppy is doodgeschoten. En dan gaan we naar de volgende puppy. Nee, jongens, er schieten geen puppies dood. Haat ons alsjeblieft niet. We vinden puppies hartstikke lief. We houden van honden. Ja, ik vind puppies super lief. Heb je corgi zelf gezien? Ja, die zijn zo leuk. Van die kleine hondjes zijn altijd het liefste, weet je wel. Ja. Oké, blijf zitten, jongens. Ook leuk. Oh yeah, hij blijft zitten. Ja. Oké, jongens.
Ik heb toch Lillipop gevangen, jongens. Hebben we niet doodgeschoten. Dus dat is goed. Wel zijn broertje, maar... Ja, maar dat maakt niet uit. Zijn broertje, die was... die kon weg. God, wat lullig. Oké, we hebben de eerste gevangen. We gaan hem denk ik toch niet gebruiken of wat dan ook. Maar hij zit in ieder geval in de Pokédex op nummer 120. Dat is goed. Helemaal tof. Wil hem een naam geven? Nou, ik hoef hem geen naam te geven. Hij gaat gewoon naar die box toe. Zit hij weg te rotten in zijn Nee, laat hem niet rotten. Hij is gewoon hartstikke goed bezig. Oh, er zat weer iets. Ja, weet ik, maar die zit een trainer. Oh. We gaan nog één trainertje pakken, jongens. En dan gaan we denk ik gewoon deze aflevering afronden. Yes. Let's do this. Het is namelijk, weet je, afleveringen langer dan 20 minuten zijn gewoon een beetje saai natuurlijk, weet je. Dan is het gewoon niet leuk meer. En 15 minuten is precies goed. En we zijn nu eigenlijk al rond 15 minuten, dus eigenlijk is het wel weer veel te lang. Oh, dat is een ezel. Dat is dat paardje, die vind ik zo leuk. Hij kijkt zo, hij maakt het als geluid ook. Ja, dat is toch leuk. Dat is toch grappig. Ik schiet hem ook neer. Dierenbul. Nee, maar ik schiet met water, een waterpistool. Je schiet al op honden, je schiet op ponies. Ja, mijn little pony. Oh shit, hij kan gewoon earthquake. Die aanval is trouwens heel sterk, jongens. Ja. In ieder geval. Valt nu wel mee eigenlijk. Magnitude maar... is ook echt... Magnitude? Ja. Die kan ik zo 1 tot 3 niet herinneren. Is dat hetzelfde idee? Ja, hetzelfde idee. Oké, nou we hebben maar deze toch wel geslagen. Maar dan krijg je de cijfers achter. Magnitude 1 tot en met 10 of zo. Oké, ja. En het wordt steeds sterker. Oké. Nou jongens, we hebben de trainer verslagen. Dat betekent dat de video tot een einde is gekomen. Ja. Ik bedoel, weet je, we hebben toch weer een mooi stukje verder gekomen. We hebben Hou weer verslagen. Dus ik zou zeggen... Geef deze video vooral een like als je deze video leuk vindt. Hè. Er zit zo'n mooi knopje met een duimpje erop. Als je daar nou even op klikt, dan weten wij dat je deze video leuk vindt. En dan gaan we er gewoon net zo hard mee door natuurlijk. Hè. Want het is super leuk om te weten dat jullie deze video leuk vonden. En vergeet niet te... Subscriben! Ja, vergeet niet te subscriben als je dat nog niet gedaan hebt. Want dan krijg je gewoon die video's natuurlijk binnen. En dan weten wij dat jullie gewoon onze video's gewoon regelmatig te zien krijgen. En dan, ja, dat is gewoon leuk dat jullie mee kunnen kijken. Lekker een beetje praten Zeker. In de comments. Ja. Laat in de comments ook weten dat jullie weer blij zijn. Dat Cindy weer helemaal terug is en beter, hè, jongens. Vorige week was ze zo ziek. Dat is gewoon niet leuk. Nee. Dus het is goed dat ze nu alweer een stuk beter voelt. Volgende week hopen we gewoon dat je helemaal weer gezond bent. Hè? Ik hoop het ook. Dan gaan we een beetje zien. Normaal praten. Ja. En natuurlijk, we gaan het deze weekend... Dit weekend. Het is goed Nederlands. Altijd goed om Nederlands goed uit te spreken. Dit weekend gaan we natuurlijk weer een mooie video met volgens mij het nieuwe Pokémon Sun and Moon set doen. Ja. Dus ik zou zeker even geduld hebben, want dat zou wel heel tof zijn natuurlijk als je daar even Zet in de comments neer als jullie er zin in hebben. Ja, wij hebben er zin in. Ja, laat het weten in de comments als je zin hebt in die mooie weekendvideo. Laat ook weten of je deze Pokémon video leuk vond. En dan zien jullie de volgende keer weer, jongens. Tot de volgende keer. Dag.